Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Dag. Dag. Hallo. Ja. Liam was sowieso al vrij vandaag, want dat had ik al geregeld. Jordi is vandaag ook thuis, want hij heeft een vorm van overloopdiarree. Daarom voelde hij zijn eigen gisteren ook niet lekker. En ja, jij bent een beetje verdrietig, hè? Een beetje down, hè? Hij is een beetje verdrietig omdat hij niet meer nou op de camping is. Dat vindt hij helemaal geweldig. Oh, ja. Dus, ja. Dat is het nadeel. Maar daarom had ik ervoor gekozen om hem vandaag thuis te houden. Dat heb ik ook met school besproken. En, ja, vandaag. Vanochtend zijn ook stucadoors hier aan het werk. En die gaan de zolder afstucadoren. En onze douche doen ze afstucadoren. En au, niet doen. En in de keuken doen ze een stukje muur afstucadoren. Zodat het ook afkomt. Ze zijn nog steeds op zolder bezig. Het ziet er wel al heel netjes uit. Dus ik ben echt wel tevreden. Ik heb voor Sam heb ik al een broodje, dus ik een tosti. En voor Liam en voor Jordi ben ik aan het maken. Dus ja, een lekker lunchje. En dan kijken hoe alles loopt. Jordi wil geen ijsje. Dus Jordi heb ik net koud drinken gegeven. En de jongens zijn nu lekker aan het genieten van een ijsje. Ze hebben... hierboven zijn ze nog steeds bezig. En ja, dat. Zo, de sucadoos zijn nu weg. Maar ze komen morgenochtend terug. Dus dat. Het is nog niet klaar. Want... Daar moeten ze ook nog steeds doen. Komt goed. Hier is inmiddels een kind in slaap gevallen. En die ga ik zo wakker maken, want dan moet ik naar de winkel. Dus ja, Jordi die heeft al de hele dag iets van... dat hij een beetje buikpijn heeft. Liam is al de hele dag enigszins verdrietig, omdat hij niet op de camping is. Dus ja, en ik ben hartstikke moe. Het is gewoon hartstikke druk geweest, dus ja, het is super leuk, echt waar, maar ik ben gewoon moe, kan gebeuren, komt goed. Een hele goede morgen. Zeg maar, goeiemorgen. Dat kun jij, nu zo, goeiemorgen. Ja. De mensen die hier stukken doren, die zijn weer bezig. Ik ben hier met de kindjes. Ik hoef er weg, gelukkig. Ja! Niet weg. Dus dat is top. Ik heb alles in kan en kruiken voor vandaag. Hé, jongen. Nou, dat. Jordi en Sam liggen hier ook lekker tablet. Te kijken. En ze maken veel herrie. En dat vindt Sam niet zo tof. En Liam boeit het niet. En Jordi die wordt gek van gehuil van Sam. Dus dan zou je kunnen zeggen, breng ze dan naar school. Maar Jordi heeft vandaag een studiedag. En ik moet zeggen, Jordi die heeft ook... Ja, Jordi, hè? Jordi heeft vandaag studiedag en Liam blijft nog een dagje thuis om nog even te relaxen. Want dat heeft hij nodig. Hè? Lekker relaxen en straks met water spelen. Ja, maar het is nu nog een beetje koud en we gaan daar eerst fruit eten. Ja. 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 Oeh.
Lekker ding. Ja, lekker ding. Nee, dat is niet lief. Je moet aaien. Goed zo, aaien. Ja. Naar kijken naar stukende mensen te veel wordt. Tadaa! Jordi is daar. Die is nog wakker. Maar die is ook al moe hoor. Maar hij heeft in ieder geval goed gedronken. Dus daar gaat het om. Maar ik heb weer een plafond in mijn douche. Yay! En dit is ook gestukt. Op zolder is gestukt. Maar ik ga jullie nog een voor en een na laten zien. Komt goed. Ik heb de douche helemaal gepoetst. Die is nu aan het drogen. Daar kan ik straks weer van alles in doen. Ik heb de kindjes aan een flesje zitten. En dan denk je bij eigen, waar is Niels? Niels lekker sporten met de buurman. Dus dat moet ook gebeuren. Dat is ook belangrijk. Hij wil graag sporten. En zo goed jongen. Wacht. Oké. Ik moet even een tablet goed doen. Maar hij wou graag gaan sporten en ja, beter wat vroeger was heel laat. Dus dat. Ik ga zo Jordi naar bed doen. Liam en Sam zijn wat later wakker geworden, dus die blijven ook iets later op. Maar ik heb er verder geen last van, dus ik vind het prima. Ze aangeven dat ze naar bed willen, dan gaan ze lekker naar bed. Dus tot zover. En ik heb de gang weer helemaal schoon, de douche. Ik zal het even gauw laten zien. Dit was dus helemaal wit en vies. We moeten nog iets aan die verwarming doen. Maar goed, hè? Prima. Dat is dus weer mooi. Het is allemaal aan het drogen. Ik moest het schoonmaken. Alles wat je daar ziet, krijg je gewoon niet weg met water. Dus dat moet drogen zodat ik het op kan zuigen. En hier zat ook alles helemaal onder. En dat heb ik ook helemaal schoon. Nou, het zag er eigenlijk zo uit, zeg maar. Ja. Maar goed, ik heb het helemaal schoon. Dus ik ben trots op mezelf dat ik dit schoon heb. De slaapkamers zijn ze niet geweest, dus daar ligt niks. Dat doe ik van de week eventjes op mijn gemakje.
Ik heb vandaag niet veel anders gedaan dan op de bank gelegen. Dus dat. We hebben inmiddels wel al alles weer in huis. Ik ga Jordi nu even zijn luier verschonen, want we moeten naar de fysio toe. Dus dat gaan we even doen. En dan komen we thuis en hoeven we niet meer. We zijn naar de fysio geweest. En nou zijn Sam en Liam buiten aan het spelen. Wat ben je doen? Ben je krachtpatser aan het uithangen? Doe jij super goed hoor. Ja. Ja. Goed zo. Goed zo. Dat is niet zo lief, hè? Dat is niet zo lief, hè? Wel gewoon Sam laten doen, hè? En dan pak je deze. Dan doe je hierop drukken. Nou, het gaat gebeuren hoor, mensen. Waarvoor we dit hebben laten maken, gaat in gebruik worden genomen, hè Niels? Ja. Dus die gaat het zwembad opbouwen. Ik ga binnen opruimen en waarschijnlijk morgen het eindresultaat. Een hele goede morgen. Ik heb Jordi en Liam naar school gebracht. Sam is lekker thuis. En ja, boodschapjes daarna gedaan. Het zwembad wordt as we speak gevuld. Hij is al zo hoog. Dus we zijn goed bezig. Ik ga naar boven. De bedden verschonen, et cetera. Zodat dat ook gedaan wordt. Mijn was doen en alles. Dus Sam gaat dan mee. En, maar eerst ga ik even wat eten, want ik heb echt trek. Dus dat gaan we eerst maar eens even doen. Oh yes. Ik heb alle bedden verschoond. Ik zit nu in de wasmachine. Ik ben mijn was aan het wassen, et cetera. En nu deze kleine motherfucker leegmaken. En wat ik ook nog moet doen is sokken. Sokken moet ik ook nog doen. I hate sokken. In elkaar vouwen dan, hè. Maar goed, Sam is lekker aan het spelen op Liam's kamer. En ja, ik ga gewoon heel eventjes mijn ding doen. We hebben de middelste etter van de Bambix Band opgehaald. Die is hier. Hallo. Papa. Zeg je hi. Hij was heel lief geweest op school, hè? Wel druk, maar hij was lief. Daar gaat het om, toch? Ja. Ik heb alle sokken opgevouwen. Al mijn was alweer opgevouwen. Ik heb nog een was klaarstaan die ik moet doen. En ja, dan dat. Eerst ga ik daar even eten. En om 2 uur moeten we alweer Jordi ophalen. Dus ik hou Sam ook wakker. En misschien dat Sam dadelijk wel in slaap valt. Die is nu in zijn keukentje aan het spelen. Dus lekker rust. Kijk daar. Die is lekker aan het spelen. Ik was eten aan het koken. En je moet altijd proeven wat je maakt natuurlijk, hè. Dus dat. Ik heb kipsaté gemaakt. Wacht, ik ga jullie meenemen. Ik heb kipsaté gemaakt. Wee! Ik waarschuw jullie. Oh mensen, ik heb echt spraakgeblek. Maar ik waarschuw jullie wel eventjes. Het is een bij elkaar geraapt zooitje. En waarom? Ik had er vandaag zin in om dit zo bij elkaar geraapt te maken. Oordeel niet over me, oké? Okay? Ja? Top. Ik heb een poging tot Turkse rijst maken geprobeerd te doen. Ik heb ooit een recept gekregen en ja, hij is super lekker. Dus het is sowieso, maar het smaakt niet zoals ik toen bij haar heb gegeten. Maar ja, ja, dit is het eigenlijk.
voor Jordi zit er ook nog rode kool bij. Want dat was het enige wat ik in huis had. Ik was vergeten om iets van groente mee te nemen voor Jordi. Krijgen Sam en Liam krijgen ook allebei een schepje hiervan. Dan heb ik natuurlijk bij de saté-saus, maar die staat in de magnetron. En dan heb ik salade. Dus dat is wat we eten. En ja, een beetje van alles wat. Ik weet niet waarom, maar ik heb het gewoon zo gedaan. Ik heb totaal geen zin in om een gericht iets te maken. Dus ik was in de winkel, ik denk, ik heb zin in kipsaté. Toen was ik thuis, ik heb eigenlijk wel zin om dat eens te proberen. Ik heb eigenlijk wel daar zin in. Dus dat. Dat is wat ik heb gemaakt. Koken is je eigen fantasie, toch? Maar nu ga ik even Liam helpen, want het lukt niet. Oeh, baasje. Baasje. Vruitje. Oh, baasje. Baasje, kusje. Baasje. 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 Baasje, kus. Oeh, baasje, kus. Baasje. Oh, baasje. Baasje aan de bed. Ja. We hebben de boel hier opgeruimd. En Niels die heeft wat veranderd in de auto. In de stoel. Ja, waarom? Waarom zou je dat veranderd hebben? Omdat die jou groter wordt. Ja, en dat heeft niks met het stoeltje zelf te maken. Maar weet je, de gordel werkt. Ja, ik had Liam namelijk straks 3 keer of zo in mijn nek hangen. Onder het rijden. En dat is niet omdat ik hard remde of wat dan ook. Nee. Liam, die maakte zijn gordel open. En die ging gezellig staan. En mij in mijn nek vliegen. Zo van, mama, ik ben er. En dan zei ik onder het rijden van, ga terugzitten. En ik ben ook alle 3 keren gestopt. Om hem weer vast te maken. En toen op een gegeven moment, de 3de keer, heb ik tegen hem gezegd dat hij op de voorstoel moest gaan zitten. En toen heb ik bij hem de gordel aangedaan. Ik was ook al bijna thuis. Dus ja, zo is hij thuisgekomen. En nou heeft hij een andere gordel, dus, en die zit op 2 plekken vast. Ja, dus laten we hopen dat dit werkt. Maar goed. Jordi die had best wel veel buikpijn vandaag, maar hij heeft vanavond toch heel goed gepoemd nog. Toch? Mm-hmm. Jordi had vandaag heel veel buikpijn, maar hij heeft vanavond toch nog behoorlijk goed gepoemd. Ja. En Sam is gewoon Sam. Dat kan ik ervan zeggen. Atta! Dus ja, dat. En hoe is het met jou, Niels? Ja, moe. Ja. Dus we gaan naar bed. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.